Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki informeert volk via interactief programma Taknangayu Press, werkgroep Brede Welzijn voor personen met een beperking, geïnstalleerd door president Santokki. Nederland stelt quarantaineplicht in voor reizigers uit Suriname. Akkoord voor hervatting werkzaamheden bij RGD. Minister Levens over onderwijsontwikkelingen tijdens persconferentie. Minister Matura van Defensie houdt Opoyari dankdienst. President Chandrika Prasad Santokki heeft de samenleving op 7 februari 2021 geïnformeerd over actuele vraagstukken. Het staatshoofd was te gast bij het live programma Taknangayu Press bij Radio SRS. Burgers kregen de gelegenheid om in te bellen en vragen te stellen, waarna de president deze heeft beantwoord. Kijkt u mee naar een fragment uit het programma. De leidingen van de veiligheidsdiensten, controlediensten, diensten die belast zijn met toezicht, die zullen vervangen worden als ze zijn een onderdeel van een transformatie, reorganisatie en herstructureringsproces. Waarom? Omdat we geconstateerd hadden dat al deze diensten grote problemen hadden als het ging om vertrouwen naar de samenleving, als het ging om professionaliteit, als het ging om integriteit, maar ook dat deze diensten uitgehold waren. Afgelopen 10 jaar, behoorlijk uitgehold. We hebben aanzet gegeven bij DNV. Ook daar is een managementteam gekomen, 3 maanden. Weer verlengd met 3 maanden, 6 maanden. Definitieve leiding. En het reorganisatieproces is daar al ingezet. Nationaal leger, idem. Ook daar is een managementteam aangesteld met een waarnemend bevelhebber. Daar hebben de mensen concrete functies gekregen. En ook dat. Daar zie je het reorganisatieproces ingezet worden. Daarna zijn we gegaan naar Korps Politie Suriname. Meneer Enig, het probleem in het korps is zo groot dat je niet een korpschef weghaalt en een ander korpschef daar zet. En uitgaande van dat het opgelost wordt. No, het is immens. Het is groot, het is complex, het is complicated. Je moet een breder team daar gaan samenstellen. Het team is groter. Alleen die kopgroep zie je dan de 4 mensen, maar daaronder is er een breder team, een management ondersteuningsteam. Dan heb je een team van ruim 30 politieofficieren. Al deze mensen gaan opgeleid worden in een trainingstraject met high level management skills, police leadership cursussen. Met als gevolg dat je deze mensen klaarstoomt voor die organisatie en daaruit wordt de beste persoon als korpschef, waarnemend korpschef en aan die andere functies. Hetzelfde geldt voor de douane. Dat proces is ingezet. Maar bij deze processen moet je goed overleg plegen met de vakbonden. Precies, om daarop te komen, goed overleg met de vakbonden. De politiebond is niet al te blij met wat er, of de wijze waarop het geschied is. Men vindt dat men te weinig of niet gekend is in zeg maar, het komen tot dit besluit. Hoe komt dat zo, als u zegt dat er juist wel overleg moet zijn? Kijk. Ik heb gecommuniceerd met de politievakbond. Ze waren heel constructief. Natuurlijk ga je niet altijd alle partijen achter jou krijgen met jouw voorstellen, de inzichten en de strategieën. Iedereen heeft zijn eigen kijk op hoe je zaken zou willen reorganiseren. Belangrijk was dat de vakbond van de politie ons duidelijk gezegd heeft, ze willen de regering die ruimte geven voor die reorganisatie. Maar je moet ze ook bij betrekken, je moet een overleg voeren met hun. Datzelfde geldt, en ik heb ook de minister van Financiën gevraagd, voer ook overleg met de douanebond. En dan moet ik eerlijk toegeven, het heeft niet op tijd plaats gehad. De commissie Brede Welzijn voor de mens met een beperking is door president Chandrika Prasad Santokki officieel ingesteld. Deze groep is belast met het aanpassen van de wetgeving in relatie tot de mens met een beperking. Dit zodat Suriname in lijn is met de regelgeving van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking,
De installatie van de groep vond plaats op maandag 7 februari 2022 op het kabinet van de president. Mijn rol als voorzitter van WOUCASI binnen de presidentiële commissie is om een bijdrage te leveren om een stukje beleid te gaan schrijven die uitgevoerd zal worden in het belang van de mens met een beperking. Om zo de leefsituatie van de mens met een beperking te gaan verbeteren. Tegenwoordig kan iemand met een beperking heel veel doen. Er zijn heel wat zaken die ontwikkeld zijn voor de mens met een beperking. En als je dan de randvoorwaarden schept, dan kunnen deze mensen gewoon voor zichzelf zorgen, een gezin hebben en ook daarnaast een bijdrage leveren om ons land naar grotere hoogte te brengen. Dus belangrijk is dat er beleid geschreven gaat worden en dat het uitgevoerd gaat worden met alle actoren die daarin een bijdrage kan leveren. Eigenlijk begon dit alles met een noodkreet van WOUCASI. Een stichting dat zich bezighoudt met de belangen van behartiging van mensen met een beperking. En er is advies gedaan door ondergetekenden om dit alles niet alleen voor die stichting, maar breder te gaan benaderen. Laten we kijken van wat is de situatie in het land precies ten aanzien van de mens met een beperking, vooral nu we in een crisissituatie zitten. En de mensen hebben al een beperking. Hoe is het met hun huisvesting, et cetera, medische voorziening, al die dingen. Dus dat initiatief komt, laat me het zo zeggen, van het kabinet van de president. En onder andere van deze president die echt zijn hart voor de groep heeft, ja, zoals hij het zelf zegt. Nou, de uitnodiging is gekomen vanuit de president. De president heeft bij deze een presidentieel commissie ingesteld ten aanzien van de werkgroep, mensen met een beperking, die ervoor zullen pleiten dat er beter aandacht wordt gegeven aan de doelgroepen. Natuurlijk is SOSAVO een van de fundamenten, een van de personen of ministeries dan die erbij betrokken zijn. Maar wat wij willen aangeven is dat wij een regering hebben bij deze onder leiding van de president en vicepresident, die er bewust is en sociaal dat wij eraan moeten werken dat onze broeders en zusters met een beperking dan beter geholpen moeten worden, beter naar gekeken moet worden wat de voorstellen zijn om niet alleen het beleid ten aanzien van het materiële als immateriële, want dat doet SOSAVO al, maar dat we ook kijken naar een integraal aanpak ten aanzien van zelfs de gebouwen, zelfs ondernemerschap, dat allemaal betrokken wordt. Dus de president heeft van zijn kant uit een korte inleiding gegeven. En binnen zijn inleiding is belangrijk te herkennen dat er vanuit verschillende ministeries eraan gewerkt zal worden, een cluster van ministeries, om de deskundigen te werk te zetten dat zij het beleid dan gezamenlijk met de verschillende ministeries, bij deze arbeid, bij deze SOSAVO, EZ, OW, dat wij gezamenlijk kijken naar wat wij nog meer zouden kunnen betekenen ten aanzien niet alleen van ondersteuning, maar het helpen starten van de mensen in onderneming, et cetera, et cetera. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, heeft advies uitgebracht om Suriname vanaf dinsdag 8 februari als zeer hoog risicogebied te kwalificeren. Dit betekent dat Nederland een thuisquarantaineplicht hanteert voor reizigers uit Suriname. Deze quarantaineplicht geldt niet voor personen die volledig zijn gevaccineerd en een boosterprik van minimaal 7 dagen oud hebben gekregen. Personen die vanuit Suriname naar Nederland reizen, moeten een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Een negatieve PCR-test moet minder dan 48 uur oud zijn voor vertrek, terwijl een negatieve antigeentest minder dan 24 uur oud moet zijn voor vertrek. Actoren bij de regionale gezondheidsdienst, RGD, hebben overeenstemming met elkaar bereikt over de noodzaak van het hervatten van de werkzaamheden. Het personeel was in actie
vanwege onder andere het uitblijven van de jaarlijkse uitkering van de cao-onderhandelingen en kledingtoelagen. Er is afgesproken dat partijen verder zullen onderhandelen over voorzieningen met tussenkomst van het onderhandelingsorgaan van de overheid. Onderwijsminister Marie Levens heeft tijdens een persconferentie over actuele zaken binnen het onderwijsgebeuren een uiteenzetting gegeven. De minister is daarbij ingegaan op mogelijkheden voor opvang van scholieren uit het binnenland en scholenbouw- en renovatieprojecten die in de planning zijn. Verder heeft zij aandacht besteed aan uitdagingen binnen de onderwijssector. We hebben de afgelopen periode enorm veel aandacht moeten besteden aan het binnenland, dus aan het oosten van het land, vanwege de overstromingen, maar ook vanwege de planningen van de bouwactiviteiten en trainingsactiviteiten. U weet dat we bezig zijn met bouwen van praktijklokalen in het binnenland, zodat er praktisch onderwijs gegeven kan worden, dat we een grote campus bouwen voor de studenten die uit Brokopondo en verre binnenland komen. Met de internaat in Para bouwen we dat. Zodat de studenten die elke dag van Brokopondo naar Lelydorp moeten reizen, nu een veel kortere afstand hoeven te reizen. En zelfs in het internaat op Para kunnen blijven. Dus vanaf oktober is dat af. Het gebouw waarin u nu zit is net af. Dat is speciaal gebouwd voor het trainen van de leerkrachten. We hebben duizenden leerkrachten en we moeten leven lang trainen en blijven leren. We hebben 7 scholen in Brokopondo in voorbereiding. De scholen zien er heel slecht uit. En de 7 slechtste scholen in Brokopondo zullen worden gerenoveerd. De campus in Mungo is enorm belangrijk voor de kinderen die van Galibi komen en van Albina en van Bigistong en dus van het hele Marowijne gebied. Die campus in Mungo is half begonnen, maar we hebben afgelopen week een mijlpaal bereikt bij de bouw van de grote campus. Dus we hebben enorm veel geïnvesteerd in het binnenland de afgelopen periode, wat ook nodig was, omdat er een enorme achterstand aan die kant was. Ook de leerkrachten zijn getraind en de eerste 2.500 computers gaan naar het binnenland voor de leerkrachten, omdat ze zo ver zijn en wij in contact met ze moeten blijven. En die computers zijn geen gewone computers, het zijn laptops waarop de lessen worden geüpload, zodat ze elke keer kunnen terugvallen op een stukje steun vanuit het curriculum dat in de laptops zijn geüpload. Dus we hebben enorm veel aandacht besteed aan het binnenland, met het gevolg dat we het westen van het land een klein beetje vergeten waren. Het ministerie van Defensie heeft een Opoyari dankdienst gehouden. Bij deze gelegenheid heeft minister Krishnakumari Mathura het personeel toegesproken. Zij wees op de verschillende uitdagingen waarmee de samenleving te kampen heeft. Vervolgens zijn enkele geestelijke leiders in gebed gegaan. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Bij elk nieuw begin zijn we blij dat we op dat punt zijn gekomen en we hopen voor het beste verder. Met deze dankbaarheid uiten we en de hoop maken we ook kenbaar, onder andere door middel van gebed. Het is daar ook gepast dat wij als organisatie het jaar beginnen met dankzegging. Ik ben blij dat ik hier kan staan vandaag en dat ik kort iets kan zeggen.
Het is niet zo dat we gewoon opgestaan zijn en gezegd hebben van we gaan een dankdienst organiseren. Er is nagedacht. We hebben gemeend. We hebben hard gewerkt als defensieorganisatie. We leven in een periode waar elke dag een uitdaging is. COVID-19. Alle andere problemen. Kosten. Prijzen die omhoog gaan. Dierbaren die ziek worden. De uitdagingen er zijn er. Dat we vandaag, te midden van alles, hier kunnen zijn met elkaar. Dat het een nieuwe dag is. Een nieuwe gelegenheid. Een nieuwe omstandigheid. Waar we kunnen zeggen, we zijn er en we kunnen iets doen voor een andere. Een dag die lijkt als alle andere dagen. Maar toch niet als je er anders naar kijkt. Want te midden van al die uitdagingen die op ons pad komen, zien we toch dat de meest essentiële dingen die we in het leven nodig hebben, er zijn. Het heeft geregend. We hebben water. Onze planten hebben water gehad. Wij hoeven niet bos en overal te besprenkelen, te besproeien. De zon schijnt. Essentieel om te leven. Lucht die zo normaal lijkt, die we ademen. En diezelfde lucht die ik adem, ademt hij. Wat ik uitadem, blijft in deze ruimte, wordt ook ingeademd door u allen. Dat geeft al aan dat we verbonden zijn met elkaar. Dat zijn dingen om toch naar te kijken en dankbaar te zijn. Genoeg hebben we in het leven om dankbaar te zijn. En het hebben van deze dankbare attitude maakt ons positief. Voelt goed aan. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.